U bent terug aan boord van Drifter 22 Doeltje Bella. En het is eigenlijk nog steeds zaterdag 16 juni 2017. En dit is eigenlijk wel een memorabel moment. Want Doeltje Bella vaart hier in de Pentland Firth. En we hebben filmpjes gekeken. En gelukkig niet op dagen als dit. Maar met een ander punt van het getij. Dan komen veerboten hier met hun schroeven boven water. Nou, dat zien we. Het is nog steeds een vrij warrig zeetje. Want we ronden hier de zuidpunt van South Ronald Sea. En ja, je ziet het allemaal niet, maar daar in de verte, even kijken. Misschien kan ik hem stilhouden. Dat zijn de Pentland Skerries. En dat is een van de punten waar het allemaal gebeurt, gezien de hoeveelheid wrakken die daar op de kaart staan aangetekend. Nou, wij genieten weer volop. Tijdens een korte windstilte konden we toch nog even de koffie erin doen. En het grote laden en lossen heeft hier een aanvang genomen. Wij zijn op weg naar de noordpunt van de... Nou, niet punt, maar we liggen op een noordelijke koers aan de oostkant van de Orkney Island. Dit was Drifter 22 Doeltje Bella, maar niet voordat wij u nog even hebben laten zien dat daar nog een aantal draskommers varen. Even kijken. Als het goed is, zie ik er 1, 2, 3, klopt. En daar is een of andere angstaanjagende kaap, zo die heet. Oh ja, ik kan het even de kaart erbij pakken. Hij heet Old Head en daar ziet hij ook wel uit. Nou, we pennen nog eventjes naar de achterkant, want hoewel het er hier heel zonnig en aantrekkelijk uitziet, moet je op de Orkneys altijd rekening houden met wat er achteraan komt. En dat kan dan een invloed hebben op de rest van de dag, die dan verloopt met een, laten we zeggen, een steady drizzle. In ieder geval zijn het prachtige vergezichten. Want dit was Drifter 22 Doeltje Bella.